Q Music. Matty en Wietse. Q is good for you. Lokpuber, de musical. Minister Opstelten wil lokpubers gaan inzetten. Agenten die online doen alsof ze minderjarig zijn om kinderlokkers te vangen die ook doen alsof ze minderjarig zijn. Want het internet schijnt te krioelen van de pedofielen. Nee. Het lokken van een kind doet je beseffen dat je leeft. Het lokken van een kind dat nog een SpongeBob dekbed heeft. Dat is misschien een strafbaar feit. Maar het risico valt mee, want online heet ik Party Girl 2002. Lala. En dus gaan rechercheurs zich voordoen als pubers en alle chatrooms afschuimen op zoek naar zogenaamde groomers die contact met minderjarigen proberen te leggen. Een soort kinderlokkerlokkers dus. Want ik ben een lokpuber en ik ben dag en nacht online. Je krijgt het aan de stok met mij. Als je niet bent wie je zegt te zijn. En natuurlijk doen ze keinuttig werk. Maar het betekent wel dat je als agent de hele dag moet luisteren naar pubergezeik. Mijn ouders begrijpen me niet. Ik weet zeker dat ik geadopteerd ben. Waarom moet ik Duitse woordjes leren? Ik word toch een beroemde zangeres? De enige die mij begrijpt is Birdie. En ondertussen probeert de lokpuber op subtiele wijze het aas uit te gooien. Ik ben 14, echt geen 40er. Ik zoek een leuke jongen. Ik hou van dieren, cupcakes versieren en ik wil wel eens dongen. Ik ben 15, echt geen 50er. Ik zoek een leuke meid. Om mee te spelen en foto's te delen, heb je dit weekend tijd? Ja hoor, zullen we dan zaterdag afspreken op het pleintje voor het voor de snackbar? Nee, dat kan ik niet. Dan moet ik mijn zoontje ophalen van voetbal. Dan heb ik voetbal zelf. En zo wordt het bijna onmogelijk voor een pedoseksueel om nog een afspraakje te maken met iemand die geen rechercheur met een snor blijkt te zijn. Dus als het dan toch nog een keer daadwerkelijk een meisje van 15 is, ja, dan is het ook feest. Je bent minderjarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Deze en alle andere musicals zijn terug te luisteren op qmusic.nl. Tot volgende week, jongens.